Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen heeft gisteren de nieuwe Raad van Toezicht van de Energieautoriteit Suriname geïnstalleerd. De Raad voorziet de directie van adviezen over vraagstukken rakende de energiesector en wordt bemenst door 7 raadsleden, waarvan 3 worden voorgedragen door de overheid. De overige 4 worden door de universiteit, ondernemerswereld, consumentenkring en de vakbeweging voorgedragen. Het nieuwe bestuur is gekozen voor 3 jaar en wordt voorgezeten door Anand Kalpo, die is voorgedragen door de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De minister sprak de nieuwe raad moed in, aangezien zij een uitdagende job zullen moeten klaren.